naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Door het Vasten en Bidden. Vorige keer hebben we ingezoomd op Mozes, nu gaan we door in de breking en wat staat er dan? Door het Vasten en Bidden hebben de mensen van Nineveh bewerkt dat God zich over hen heeft ontfermd, hun zonde heeft vergeven en zijn boosheid van hen heeft opgeheven. Het verhaal van Jona en Nineveh is voor ons allen bekend, maar wat, ons, wat we best wel vaak vergeten is dat wij drie dagen vasten uh, tijdens de Vasten van Jona, omdat het volk van Nineveh drie dagen heeft gevast. Zij kregen namelijk de boodschap van Jona dat zij over 40 dagen verwoest zouden worden. En uh, dat heeft verandering gebracht in uh, hun daden. En die drie dagen die het volk van Nineveh heeft gevast, die heeft er dus voor zorgd dat het hele volk is terug gaan keren naar God. Ze waren eigenlijk een slecht volk, ze deden alles wat zij wilden zonder in acht te nemen wat Gods geboden waren. En leefden eigenlijk in een bubbel. Zij waren in een bubbel, niemand kon ze wat zeggen, niemand kon ze wat maken. Zij waren overtuigd van, leef en doe wat je wil en dat is dan precies hoe je je hele leven mag volgen. Niemand zal je wat zeggen, geniet hier op aarde zolang het is. Toen Jona kwam, kreeg ze de realisatie. Zij accepteerde toen het woord van God. Er was Onder de mensheid een besef van wat ze deden was niet oké. Okay. En zij wachten eigenlijk op die verlossing die kwam middels de verkondiging van Jona. En het allermooiste aan het verhaal van Nineveh is dat zij als een gemeenschap, als een eenheid aan het vasten waren. Zij uh, waren niet, het was niet dat de rijke mensen juist wel vasten of juist de armen en de rijken niet. Nee, er staat in Jona 3 vers 5, de mensen van Nineveh geloofden in God... Zij riepen een vaste uit en trokken hun rouwgewaarde aan. Van de grootste tot de kleinste onder hen. Iedereen, als een eenheid. En dan lezen we verder. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte. Stond hij op van zijn troon. Legde zijn staatsgewaad. Zijn wereldse trots eigenlijk. Af. Hulde zich in een rouwgewaad. En ging in het stof zitten. Wat rouw en terugkeer. En vasten en bidden. wel met de mens kan doen. Zo'n koning die zit vol in zijn wereldse macht. Vol in zijn wereldse uh, trots. Vol in zijn. Hij heeft alles om zich heen. En toen de koning dus het woord van Jona ontving. met de boodschap van liefde. die ervoor zou zorgen dat zij terugkeren naar God. trok hij dus zijn staatsgewaad uit. Zijn staatsgewaad, dat is eigenlijk zijn hele symbool van kracht. Zijn symbool van dat hij de koning is. Iedereen die hem zag in zijn staatsgewaad. Wist gelijk, dit is de koning. Voor hem moeten we respect hebben. En eigenlijk toen hij dat bericht van Jona ontving, legde hij het zo makkelijk af. En wat deed hij? Hij hielde zich in rouwgewaad. Rouwgewaad, als we teruglezen, iedereen had een rouwgewaad aan. Het maakte hem, zijn status maakte toen helemaal niet meer uit. En hij ging in het stof zitten. Een koning zit nooit in het stof. Een koning zit altijd op een troon, iedereen kan hem zien. Hij ging in het stof zitten. Dus het allermooiste, iedereen deed mee. Van de grootste tot de kleinste. Dat is wat onze kerk nu ook doet. Als wij vasten, vasten wij als een eenheid. Het is niet dat de priesters vasten. Het is niet dat de dienaren vasten. Iedereen vast. En dat is wat onze kerk altijd meeneemt in al onze sacramenten. Aan de liturgie, dan nemen we allemaal deel aan één lichaam. Wij zijn altijd een gemeenschap, een eenheid. Wat, staat, wat zeggen we ook in de liturgie? Bid voor deze kerk aan haar bijeenkomsten. Voor deze kerk als eenheid. Wat staat er nog meer in de liturgie? Dat de eenheid van hart, die bestaat in de liefde, in ons geworteld mogen zijn. Dat is echt het, de kracht van het vasten en bidden. Dat wij dat samen met z'n allen doen. Wat hoef je dan niet te doen? Het probleem is dat wij onszelf soms onthouden van het vasten. Omdat we misschien zeggen, ja we zijn zondaars. Nou, het volk van Nineveh was een heel volk dat vol in zonde leefde. Heeft ze niet tegengehouden van het vasten te jong bent. Nou, er staat letterlijk in Jona dat van de grootste tot de kleinste onder hen aan het vasten was. Kan natuurlijk zwaar zijn, dus een overleg met je biechtvader kan je afspraken maken, maar het is niet zo dat je als je jong bent helemaal niet hoeft te vasten. Het kan. Ook mensen van een groot status, mensen die druk hebben in de wereld, is ook niet de reden om niet te vasten. Juist de, het vaste periode kan je gebruiken om die wereldse afleidingen en zorg Helemaal van je af te zetten. En juist je focus te zetten op God en je relatie met God. Wat is dan het gevolg? 180 graden verandering is mogelijk door vurig bidden en vasten. Het volk van Nineveh, wat staat daarna, is een goed gelovig volk geworden. Zij geloofden in God. Dat zou niet te verwachten zijn, omdat God zelf over ze zei: Na 40 dagen word je verwoest. Word je als hele stad verwoest. Dus onderschat de kracht van het vasten en bidden niet. Het heeft zoveel kunnen betekenen voor het volk van Nineveh, het kan ook in ons dagelijks leven heel veel voor ons betekenen. Dus nogmaals, door het vasten en bidden hebben de mensen van Nineveh bewerkt dat God zich over hen ontfermd heeft. Hun zonde heeft vergeven en zijn boosheid van hen heeft opgeheven en dat nemen wij mee in ons vasten en bidden. En die kracht die zij daarna hebben ontvangen, dat is de kracht die wij ook kunnen ontvangen door het vasten en bidden. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. We zien jullie volgende keer weer terug met een nieuwe aflevering.